Ik ben Michael Klaassen, verantwoordelijk voor MCB Business and Information Services. Het is een onderdeel van MCB International. Dat is een holdingmaatschappij met werkmaatschappijen in 3 landen. Nederland, België en Duitsland. Het zijn voornamelijk groothandels in metaal en servicecenters en metaal. De belangrijkste business drivers om naar de cloud te migreren waren eigenlijk tweeledig. De eerste was de wens vanuit de business om 24 keer 6 bij ons beschikbaarheid te garanderen. Om het als IT-afdeling waar te maken, kun je kiezen om of sterk uit te breiden of naar de cloud te gaan. En het tweede was natuurlijk de schaalbaarheid, die in de cloud-omgeving veel makkelijker te realiseren is dan weer een eigen datacenter met een vaste hoeveelheid capaciteit. Eind 2017 hebben wij de afweging gemaakt: gaan wij ons eigen datacenter vernieuwen of gaan we de migratie naar de cloud overwegen? En wat we daar vooral tegenkwamen als issue was de vergelijkbaarheid van de grote diversiteit aan oplossingen die er zijn. We hebben ons daarin laten ondersteunen door een externe partij om die objectiviteit zoveel mogelijk te waarborgen en echt de verschillende oplossingen vergelijkbaar te krijgen. Een ander toch ook belangrijk issue wat we tegenkwamen was het vertrouwen wat we moesten behouden van de business. Migreren naar de cloud is toch voor heel veel mensen een hele grote onbekende aan de businesskant. Ze hebben veel moeite gedaan om die te betrekken bij de keuze en de waarborgen te garanderen.